Reinders, de 17-jarige Belg. Bakali aan de rechterkant. Geen buitenspel. Maar De Pij vindt het door toch niet. TSV zet direct druk en de paal. Hij zal er maar in gaan voor de jongeling. De Belg Bakali. Zeventien is hij. Een dribbel in actie. Bakali. Kijk eens, daar gaat hij weer, Bakali. 17 jaar, Zakaria Bakali. Leijer. Onnauwkeurigheid in het spel bij Zultewagen blijft. Wanneer maakt PSV daar gebruik van? Daar gaat hij weer, Bakali. Combineert De Pij. Matas bij de eerste paal. Dacht aan schieten, maar daar bleef het bij. Bakali, brutaal. Bakali met voor de goal. Kijkt op een dodelijke manier hier naar Bakali, die inderdaad wel te makkelijk naar de grond gaat, ondanks die arm. Let op, hier weer die twee. Nu is hij van zijn beste vriend af, Bakali. Bakali. Inderdaad, Bakali. Hij durft alles, is uit de mate brutaal en dus weer een poging. Gehaald uit de jeugd van Standaard Luik. En als hij het niveau van de voorbereiding en het niveau van deze wedstrijd kan vasthouden, de brutaliteit, de ongedwongenheid, de Eredivisie nog genieten. Is dat dus goed gekomen, gelukkig maar. Weer is Bakali weg. En Wijnaldum. Tussendoor nu Bakali. Al stelt natuurlijk niet, maar dan had het hier zo 2-3-0 kunnen staan. Hier had hij misschien minder egoïstisch moeten zijn. Laat het misschien maar weg, want De Pij. In de breedte had de bal voor het intikken gehad in een leeg doel. Schaars. Weer de 17-jarige. De uitblinker van de wedstrijd tot nu toe toch. En dit balletje tussendoor is ook aardig. Matas. Vastpakken van Bakali wordt nu bestraft. Dat heeft hij goed gedaan. Maar het zorgt er wel voor dat zijn beste vriend dus Verboom hem heeft geraakt op een plek waar vriendschap normaal gezien toch niet getoond wordt. Hij moet even worden behandeld. Hij wil terug, maar daar moet eerst even over worden overlegd. Dat mag dan van pand. En dan gaat het wel weer. Goed gedaan. En net als in de eerste helft komt de eerste poging. In de tweede helft van Bakali. Er zijn twee man in, maar die twee kunnen niets uitrichten tegen de behendigheid. Zaar, opletten nu, Duclou. Maar zoals we in de eerste helft ook al zagen, schroomt hij niet om ook zijn verdedigende taken uit te voeren. Bakali, zo ook hier. Bakali voor Duclou. En er gelijk achteraan. Energie voor 10 heeft hij. Daar, Duclou. Bakali. Bakali en Bossou. Locadia in één keer door. Bakali. Minder dominant aanwezig dan in de eerste helft. Maar wat wil je, 17 jaar. Dan zal er een staande ovatie volgen voor Zakaria Bakali. Want dat is degene die naar de kant gaat. Smaakmaker voor rust. Iets minder aanwezig na rust, zoals gezegd. Maar let op van deze Bakali gaan we nog heel veel zien komend seizoen. En daarna dus ook.